Hoofdstuk 10 Ioniserende straling Paragraaf 5 Straling en tijd Met deze stralingsmeter kun je de activiteit van straling meten. Deze stralingsmeter geeft die activiteit weer als een dosis per uur, in microsievert per uur. Activiteit van straling neemt af in de tijd, want radioactieve isotopen vervallen. Daarvan kun je gebruik maken in de geologie, om te meten hoe, uh, gest hoe oud gesteente zijn, zoals hier in Amerika. Of uh, bijvoorbeeld in de archeologie, om te bepalen hoe oud bepaalde archeologische fondsen zijn. Dat radioactieve bronnen uh, minder actief worden in de tijd is ook wel gunstig, want bij radioactief afval zal het afval dus steeds minder radioactief worden. Nou, in deze les zal ik eerst uitleggen met een demo hoe dat radioactieve val uh, optreedt en dat het te maken heeft met een kansproces. Dan leg ik uit hoe je dat kunt weergeven in een vervalkromme en hoe je daaruit de halveringstijd kunt bepalen. Die halveringstijd kun je ook opzoeken in BINAS. En vervolgens leg ik het begrip activiteit uit. Dan heb ik drie voorbeeldopgaven. De eerste gaat over het bepalen van de activiteit uit een vervalkromme. De tweede over het berekenen van de massa als je de activiteit weet. Dus de massa van het isotoop. En de derde gaat over het uitrekenen hoe lang je moet wachten tot de activiteit voldoende is afgenomen. Nou, we beginnen met die demo. Ik simuleer radioactief verval met 100 punaises. Eén punaise staat voor een radioactief isotoop. Ligt die punaise op zijn kop, dan is het een moederkern. Het isotoop is nog niet vervallen. Ligt de punaise op zijn punt, dan is het de dochterkern. Het isotoop is dan vervallen. Vervolgens ga ik een aantal keer met die punaises gooien. Elke worp staat voor een stap in de tijd. Het aantal punaises dat is vervallen, die haal ik er vanaf. En dan tel ik uh, hoeveel punaises dat zijn en ik tel hoeveel er over zijn. En dan vervolgens gooi ik nog een keer de punaises die nog niet zijn vervallen. En ik tel weer hoeveel er vervallen zijn en hoeveel er over zijn gebleven. Dat aantal punaises dat is overgebleven, als functie van de tijd, zet ik uit in de grafiek. 1, 2, 3, 4...

Vier. twee vier vijf. Twee, vier vijf zes zeven twee. nog een over nog steeds één over. Nog steeds één over. Vervallen. Dit is het resultaat van de demo met de punaises. En je kunt hier een trendlijn doortrekken. En een exponentieel verband past dan heel goed. Wel zie je dat er soms wat meer of minder punaises vervallen. En die laatste punaise doet er een aantal tijdstappen over om te vervallen. Dat komt omdat. Elke punaise een kans heeft om op zijn kop of op zijn punt te belanden. En er zijn maar relatief weinig punaises. Dus de kans dat, uh, dat je van die vervalkrommen hier, die dat exponentiële verband afwijkt, die is redelijk groot. Maar toch bij 100 punaises zie je al een exponentieel verband verschijnen. Nou, een echte uh, radioactieve stof bestaat al snel uit 10 tot de 23ste kernen die kunnen vervallen. Elke van die kernen heeft een kans om te vervallen. Maar omdat het er zoveel zijn, zul je een mooie, uh, mooi verband krijgen. En dat is een vervalkromme. Een vervalkromme zoals hier bijvoorbeeld. Een vervalkromme is het aantal moederkernen als functie van de tijd. Hier heb ik er 100 uh, weergegeven op tijdstip 0. Maar je kunt hier ook lezen 100%. Nou, dat volgt dus een exponentieel verband. En na een bepaalde tijd zul je zien dat de helft van de moederkernen is vervallen. Die tijd wordt de halveringstijd genoemd. In de formule kun je dat als volgt weergeven. N van t, dat is het aantal kernen na tijd t, is het aantal kernen waar je mee begint, keer een half tot de macht t gedeeld door die halveringstijd. Na één halveringstijd is dus de helft vervallen. Na twee halveringstijden is daar de helft weer van vervallen. En na drie halveringstijden is daar de helft weer van vervallen. Dus dit neemt. Uh, in die zin exponentieel af. Nou, de halveringstijd kun je opzoeken in BINAS. Dit is weer BINAS tabel 25a, waarbij je lood en bismut ziet. En als je geen halveringstijd ziet, dan is het isotoop stabiel. Dus lood 206 en lood 207, lood 208 zijn stabiele isotopen van lood. Maar let op dat de eenheden verschillen. Soms wordt de halveringstijd in jaren gegeven, soms in uren, dagen, minuten, secondes. En die hoef je niet altijd om te rekenen, als je maar oplet met welke eenheid je werkt. Activiteit is het aantal vervallen per seconde in becquerel. En dat is gelijk aan min de afname van het aantal moederkernen per seconde. Dat kun je in een formule opschrijven als A is min de, afna de afname van het aantal kernen gedeeld door de toename in de tijd. Dit is een afgeleide. Samen met de formule voor het aantal kernen die ik net gaf. Kun je de afgeleide gebruiken om dit verband te vinden? Dit staat ook in Bina's. De activiteit is gelijk aan de natuurlijke logaritme van 2, dus de ln 2, gedeeld door de halveringstijd keer het aantal kernen. Je ziet dus dat de activiteit recht evenredig is met het aantal kernen dat er is, en omgekeerd evenredig met de halveringstijd. We hadden net een formule voor het aantal kernen als functie van de tijd. Dat betekent dat de activiteit ook exponentieel afneemt. Dus voor de activiteit geldt het volgende verband. Dat lijkt heel erg op het verband dat ik eerder heb gegeven. Je kunt die activiteit op twee manieren uit de vervalkrommen bepalen. De eerste is door minder helling van de raaklijn te bepalen. Let dan wel op de eenheden, want soms wordt de tijd in uren, secondes of in dagen gegeven. Of je leest het aantal deeltjes af. En je zoekt de halveringstijd op en je gebruikt de formule die ik net heb gegeven voor de activiteit. Voorbeeldopgave 1: Activiteit bepalen. Onderstaande grafiek geeft de vervalkrommen van een onbekend isotoop weer. Bepaal op twee manieren de activiteit van dit isotoop op 2,5 uur. Manier 1 gaat met de helling van de raaklijn. Denk dan weer aan het verband dat ik net heb gegeven. Ik heb hier de raaklijn getekend. Op het punt. 2,5 uur. Dat is een kwestie van uh, bepalen, dus daar kan je een beetje uh, van afwijken. De afname van het aantal kernen is min 4,0 keer 10 tot de achtste. En de toename in de tijd is 4 uur, maar dat moet je omrekenen naar seconden. En dan kom je op 14.400 seconden. Dat vul je in in de formule. Dus 4,0 keer 10 tot de achtste, het minteken valt hier weg, gedeeld door 14.400. Is 2,8 keer 10 tot de vierde Bekkerel. Manier 2 gebruikt de formule A is ln 2 gedeeld door halveringstijd keer het aantal kernen. Je zult dus de halveringstijd moeten bepalen uit de grafiek. En dat kun je doen door te kijken wanneer de helft van het aantal kernen is overgebleven. Je begint hier met 7 keer 10 tot de achtste kernen. Dus je zou kunnen kijken wanneer zijn er 3,5 keer 10 tot de achtste kernen overgebleven. Maar het is wat nauwkeuriger om twee halveringstijden hier te, uh, af te lezen. Dus dan moet je kijken wanneer is de helft daarvan weer overgebleven. Dat is 1,75, dat is deze lijn. En daarbij lees je een tijd af. Dat zijn dus twee halveringstijden. Dus de halveringstijd is een half keer 2 uur 53 minuten. Dat heb ik met een lineaal opgemeten. Is 5190 seconden. Vervolgens moet je aflezen wat het aantal deeltjes was... Op tijdstip 2,5 uur. Dat is hier precies een roosterpunt en dan is het aantal deeltjes 2,0 keer 10 tot de 8e. Dat vul je in de formule in. De natuurlijke logaritme van 2, dat is gewoon een knopje op je rekenmachine, keer 2,0 keer 10 tot de achtste, gedeeld door 5190, is 2,7 keer 10 tot de vierde Bekkerel. Nou, je ziet dat je vrijwel precies hetzelfde uitkomt. Het verschilt een beetje omdat beide methoden worden afgelezen en je kunt natuurlijk daar voor beide methoden een beetje afwijken. Voorbeeldopgave 2. De massa berekenen. Een bron met calcium-47 heeft een activiteit van 4,5 megabql. Bereken hoeveel gram calcium-47 in de bron aanwezig is. Nou, schrijf eerst de gegevens op. De activiteit is 4,5 keer 10 tot de zesde bql. En de halvingstijd zoek je op in BINAS. 4,54 dagen. Ook heb je de molaire massa nodig van calcium. Die vind je ook in Binastabel 25a. Dat is de massa van de, het atoom, maar dat is per definitie gelijk aan de molaire massa. Dus 46,95u, de atomaire massa-eenheid, is gedefinieerd als uh, zoveel gram per mol. En je hebt weer deze formule nodig. Die kun je omschrijven naar het aantal deeltjes. Dat is dan de halveringstijd gedeeld door ln2, Maal de activiteit. Nou, reken eerst de halveringstijd om in secondes. Dat is zoveel. Reken dan de aantallen deeltjes uit. Door dat in te vullen in de formule, dan kom je op dit aantal. En dit moet je omrekenen naar mol. Het aantal mol is het aantal deeltjes gedeeld door het getal van Avogadro. En dan kom je op een heel klein aantal mol. Nou, elke mol heeft een massa van 46,95 gram. Dus de massa is 2,0 keer 10 tot de min 10 de gram. Voorbeeldopgave 3: de tijdsduur van de afname van de activiteit. Bij kernspleiting in een kerncentrale ontstaat jood-131. Bij de kernramp in Tsjernobyl in 1986 is dit isotoop vrijgekomen. Kort na de kernramp bedroeg de activiteit per vierkante meter grond ten gevolge van jood-131 10 kBK. We rekenen naar hoeveel tijd de activiteit is afgenomen tot 100 BK. Maak eerst een schatting. Na de gegevens zijn. Als volgt, 8 dagen is de alveringstijd. Die vind je weer in Binas. De beginactiviteit is gegeven, per vierkante meter. En de eindactiviteit. En je hebt weer deze formule nodig. De activiteit uh, aan het begin keer een half tot de macht. T gedeeld door T half. Nou, de activiteit neemt dus af tot 1%. Want 100 BKRL is 1% van 10.000 BKRL. Dus de schatting kun je... Maken door te bedenken dat in 8 dagen de activiteit met een factor een half afneemt in elke 8 dagen. Dus na 8 dagen is er 50% over, na 16 dagen 25% en na 48 dagen 1,6%. Nog eens 8 dagen zou, zijn, dan zou de activiteit nog maar 0,8% zijn. Dus het antwoord moet tussen 48 en 56 dagen liggen. Nou, de berekening gaat. Analoog aan de berekening die ik in de vorige les heb laten zien. Dus ik ga ietsje sneller. Als je dit lastig vindt, kijk dan nog even terug naar die berekening daar. De wiskunde is hetzelfde. Als je de getallen invult, dan krijg je deze vergelijking. 0,01 is een half tot de macht t gedeeld door 8,0. Je herkent de halveringstijd en die 0,01 komt van de 1% die over is gebleven. Dan neem je links en rechts het logaritme. De exponent komt naar voren. En dit kun je oplossen als volgt: t is 8 dagen keer de log van 0,01 gedeeld door de log van een half, en dat is 53 dagen. En dat klopt heel aardig met onze schatting. We hadden gezegd: het duurt langer dan 48 dagen. Dat is inderdaad zo. En het duurt korter dan 56 dagen. De samenvatting: radioactieve isotopen hebben een kans om te vervallen. De vervalkrom is het aantal kernen als functie van de tijd en. Dat neemt exponentieel af in de tijd. Na een bepaalde tijd is de helft van de moederkernen vervallen. Die tijd noem je de halveringstijd. De activiteit wordt gegeven in Bekkerel, en dat is het aantal kernen dat per seconde vervalt. Die activiteit kun je uit de vervalkrommen bepalen. Dat heb ik op twee manieren laten zien. En er geldt: hoe korter de halveringstijd, hoe groter de activiteit. En hoe meer radioactieve kernen je hebt, hoe groter de activiteit.